Het CDA en Winterswijks Belang vormen de aankomende jaren de coalitie binnen de gemeente Winterswijk. Basis voor deze samenwerking is het coalitieakkoord, dat in hoofdlijnen wordt gedragen door de thema's burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding. Maar hoe ziet het akkoord er verder uit? Centraal is het streven naar een leefbaar Winterswijk. Daarvoor wil de gemeente de invloed van de burgers op de ontwikkeling, de burgerparticipatie, van Winterswijk vergroten. Om dit mogelijk te maken, moet er gewerkt worden aan een drempeloze overheid. Gastvrij en servicegericht. En jaarlijks worden nieuwe Winterswijkers uitgenodigd voor een kennismaking. Winterswijk is de afgelopen 4 jaar nog veiliger geworden. Belangrijke vervolgstap is de integrale aanpak van de criminele netwerken, in samenwerking met politie, justitie, omliggende gemeenten en de Duitse overheid. Winterswijk vervult bovendien een proactieve rol in de regio Achterhoek, in Gelderland, Duitsland en de EU-regio. Ondernemers worden gestimuleerd om gebruik te maken van deze netwerken. Daarnaast wil de gemeente actieve ondersteuning bieden aan start-ups. Winterswijk is aantrekkelijk voor werkgevers. Er zijn voldoende vestigingslocaties beschikbaar en er wordt geïnvesteerd in duurzame en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. Maar nog niet alle kinderen hebben gelijke kansen. En daarvoor bieden wij op maat opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Voorzieningen in de zorg, welzijn, cultuur en sport moeten voor ouderen en zorgbehoevenden laagdrempelig zijn. Daarbij spelen onze vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol. Die zullen wij als gemeente stevig blijven ondersteunen. Dit alles past in een structurele aanpak dat moet leiden tot een armoedevrij Winterswijk in 2040. We mogen trots zijn op ons bruisende winkelcentrum met rijk winkelaanbod, florerende markt en gratis parkeren. Het zorgt voor een toestroom aan grensshoppers. En vergeet niet festiviteiten als het Steengroeventheater, het Cultuurcluster, de schaats- en skielerbaan en de verschillende musea. De coalitie streeft verder naar meer groen en water in het centrum, met openbare toiletten en meer fietsenstallingen. De coalitie is enthousiast over de plannen voor het bezoekerscentrum Terra Temporalis. Dit is namelijk een prachtige kans om het nationaal landschap nog beter op de kaart te zetten. Daarnaast zetten wij in op uitbreiding van zonnepanelen, betere isolatie van woningen en laadpalen voor elektrische auto's. Doelstelling is om in 2030 energie-neutraal te zijn. Tot slot wordt er werk gemaakt van de stadstuinbouw, Park Achterhoek en de invulling van de nieuwe bestemming van het raadhuis. De coalitie gaat in samenwerking met de inwoners en de gemeenteraad de komende 4 jaar vol ambitie aan de slag voor een duurzaam, armoedevrij en leefbaar Winterswijk. Winterswijk maken we samen.